wordt al een grote jongen. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff. I'm Caillou, 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 I'm Caillou. That's me! Een zondagse brunch. Toen Caillou wakker werd, was hij helemaal opgewonden. Want vandaag was het een bijzondere dag. Gilbert, het is moederdag en ik heb een cadeau voor mama gemaakt. Kijk! Waar is mama? Mama mag vandaag eens lekker uitslapen. Ik breng haar even een ontbijtje. Wacht, papa. Je moet dit niet vergeten. Caillou was trots dat hij zijn cadeau helemaal zelf had ingepakt. Hij kon niet wachten om het aan mama te geven. Gefeliciteerd, lieve mama. Dank je wel, Caillou. Maar ik ben niet jarig vandaag. Vandaag is het moederdag. En dit is vast mijn moederdag cadeau. Maak het maar open. Nee, schat, ik heb een veel beter idee. Ik maak hem straks open tijdens de brunch. Wat is brunch? Dat is ontbijt en lunch tegelijkertijd. En aangezien het mama's speciale dag is vandaag, gaan we lekker samen brunchen in een restaurant. Ja! Vissen! Goedemorgen, meneer en mevrouw. Komt u maar mee. Uw tafel is gereed. Niemand had Caillou ooit meneer genoemd. Hij vond het heel leuk dat hij als een meneer werd behandeld. Waar is het eten, papa? Het eten staat op die grote tafels daar. We mogen het zelf gaan halen. Dat heet een buffet. Alsjeblieft, lieverd. We moeten ons eigen bord meenemen. Die mensen stonden al langer te wachten, Caillou. We moeten rustig wachten totdat wij aan de beurt zijn om op te scheppen. Caillou had nog nooit zoveel eten bij elkaar gezien. Hij wist niet waar hij moest beginnen. Ik wil mijn bord graag zelf dragen. Oké, maar wel voorzichtig. Heel rustig lopen. Tjoe! Dat geeft niks, lieverd. Iemand komt dat vast opruimen. Maar ik geloof dat ik beter je bord kan dragen, oké? Caillou was teleurgesteld. Hij wilde heel graag aan mama laten zien dat hij het best zelf kon. Vind je het eten niet lekker, Caillou? Ik heb geen honger meer, papa. Kunnen we al naar huis toe? Volgens mij zie ik iets waar jij vast vrolijk van wordt. Krijgt mama geen taart met kaarsjes erop? Dat doen ze normaal gesproken niet voor moederdag, Caillou. Kies jij maar alvast een lekker taartje uit. Ik denk dat ik wel iets kan regelen, als de jongeman dat graag wil. Ja! Hartelijk gefeliciteerd! Oeps! Ik bedoel, fijne moederdag, lieve mama. Dank je wel, Caillou. Wil je me helpen om het kaarsje uit te blazen? Nu mag je mijn cadeautje openmaken, mama. Het is mijn lievelingsauto. Daar kun je de hele dag heel fijn mee spelen. Dank je wel. Dit is de allerbeste moederdag ooit. Caillou komt je redden. Caillou deed alsof hij een leeuwentemmer was. En dat was heel erg leuk. Maar hij had een klein probleempje. Zijn leeuw wilde niet echt meewerken. Kom op, Gilbert. Springen. Kijk zo. Tada! Oh. Kom terug. Daar zit je dus. Caillou was een klein beetje bang voor de hond. Maar Gilbert was nog veel banger. Gilbert! Kom naar beneden, Gilbert. De hond is alweer weg, hoor.
Kijk eens, ik heb jouw lievelingsmuis bij me. Hij zat zo hoog in de boom dat Caillou bang was dat hij misschien zou vallen. Oh nee! Papa, help! Deze ladder is niet lang genoeg om bij Gilbert te komen. Maar we moeten hem redden. Dat gaan we ook doen, maar we hebben hulp nodig van iemand die een langere ladder heeft. Caillou vond het erg leuk om de brandweermannen en een grote rode brandweerauto te zien. Erik, ben jij dat? Ja, reken maar. Hé, lang niet gezien, zeg. Ken jij mijn papa? Caillou was onder de indruk dat zijn vader een brandweerman kende. Nou, en of? Ik speelde altijd met je vader toen wij klein waren. Ik heet Erik. Hoe heet jij? Caillou. Leuk je te leren kennen, Caillou. Oké, we gaan je kat even uit die boom halen. Goed, Stacy. Schuif de ladder maar uit. We hebben hem zo weer beneden. Je vindt het vast niet erg als ik deze van je leen, toch? Dank je wel. Ik kom eraan, Gilbert. Kom maar bij mij. Ik heb iets leuks voor je. Caillou was verbaasd hoe lang de ladder van de brandweerauto kon worden. Hoog, hoog, nog hoger. Hij had nooit zo hoog kunnen klimmen als Stacy. Hebbes. Ja! Gilbert! Ontzettend bedankt. Graag gedaan, hoor. Mag ik even in de brandweerauto kijken? Ik heb een beter idee. Waarom kom je niet kijken in de brandweerkazerne? Als dat mag van je vader. Mag dat? Dat zou wel heel erg leuk zijn, hè? Mogen we met de brandweerauto mee? Natuurlijk mag dat. Ja! Voor? Als je daarop drukt, dan gaat de sirene op het dak aan. Doe maar, Caillou. Druk er maar eens op. Ik denk dat ik het zelf kan, papa. Caillou wilde net als Erik en zijn papa zelf uit de brandweerauto stappen. Maar het was toch niet zo makkelijk als het leek. Dat is een klein beetje te hoog voor jou, Caillou. Ik help je wel even. Hier hangen onze brandweerpakken. Bij een noodgeval moeten we onze pakken en laarzen snel aan kunnen trekken. Deze laarzen zijn heel erg groot en zwaar. Waarom probeer je niet even of je ze past? Ik ben bang dat je niet groot genoeg bent om een brandweermannenlaars te passen. Nog niet. Het is ook erg belangrijk dat de brandweerauto heel goed onderhouden wordt. Ik zie dat Sparky je al officieel welkom heeft geheten. Wat doet dat hondje nou weer hier? Sparky werkt hier. Hij is een brandweerhond. Hij spoort de branden op, zodat wij ze dan weer kunnen blussen. Dit is het lievelingsspel van Sparky. Ga jij maar even met hem spelen, Caillou. Als we boven zijn en het alarm gaat, dan glijden we vliegensvlug naar beneden en kunnen we meteen beginnen. Het is wel heel erg hoog. Oh, daar wen je wel aan. De
Toen ik net begon, was ik zelf ook een beetje bang. Maar weet je, als je een beetje oefent, dan kom je erachter dat het niet eng is. Echt waar? Mm-hmm. Oh, we moeten gaan. Werk aan de winkel. Kom snel maar weer eens langs. Volgens mij schuilt er een brandweerman in die knul. Caillou vond de paal wel heel erg hoog. Hij was niet zo zeker dat hij daarvan af zou durven glijden. Maar papa wist een perfecte plek om het samen te gaan oefenen. Wee! Tada! Hartstikke goed. Als je hard blijft oefenen, ben je voor je het weet een echte brandweerman. Geen zorgen, Gilbert. Brandweerman Caillou komt je wel redden. Zie je wel? Ik heb je gered. Wat fijn dat ik brandweerman ben, hè, Gilbert? De hoogslaper van Caillou. Caillou en Roosje waren heel blij, want ze gingen samen een weekend naar opa en oma toe. Roosje mag het doen. Jij bent veel te klein, Roosje. Daar zijn jullie al. Oma, ik blijf vanavond bij u thuis slapen. Oma! Dag, Caillou. Dag, Roosje. Caillou, wacht nou even. Waar is mijn bed heen? Dit is nu mijn naaikamer geworden. Jij en je zus gaan samen een kamer delen. Maar ik wil helemaal geen kamer delen met Roosje. Weet je dat zeker, Caillou? Ik denk dat je jezelf bedenkt als je de verrassing van opa ziet. Oh, een verrassing? De verrassing staat hier binnen. Wauw! Ja! Verrassing, Caillou! Een stapelbed! Ik wil in het bovenste bed. Ik wil daar. Nee, Roosje. Ik mag in het bovenste bed. Roosje wil dat ook. Sorry, Roosje, maar die is nog te hoog voor je. Je moet nog een beetje groter groeien om in de hoogslaper te slapen, Roosje. Jij mag lekker onderop slapen. Tijd om te gaan slapen. Ah, maar we zijn aan het spelen in ons fort. Jullie mogen morgen weer in jullie fort spelen. Heb je hulp nodig om naar boven te klimmen, Caillou? Nee, ik klim zelf wel naar boven. Dat was een makkie. Wel te rusten, Caillou. Nu lekker gaan slapen. Oké, oma. Wel te rusten. Caillou was zo enthousiast dat hij in het bovenste bed mocht slapen, dat hij niet goed in slaap kon komen. Alles zag er heel anders uit van bovenaf. De vloer leek ineens wel heel erg ver weg. Roosje, slaap je al? Geen zorgen, Teddy. Oh nee! Teddy? Roosje, wil je Teddy even aan me geven? Oké. Roosje durfde niet op de ladder te klimmen. Het bovenste bed was toch wel heel erg hoog. Het geeft niks, Roosje. Ik kom wel even naar beneden. Caillou wist niet zeker of hij wel weer helemaal naar boven wilde klimmen. Goedemorgen. Dus je bent toch maar niet in het bovenste bed gaan slapen, Caillou? Nee, Teddy was een beetje bang. Dus we zijn lekker beneden gaan slapen. Een recept voor plezier. Ik ben de eerste. Wee! Oma? Opa? Hallo? Er is niemand thuis. Wacht, laat mij maar even. Ik wil het doen, papa.
Hallo, jongens. Hoi, pap. Dag, Caillou. Veel plezier, hè? Papa moest een paar klusjes doen vandaag. Caillou bleef bij opa en oma tot papa weer terugkwam. Doei, papa. Opa, ik heb een nieuw speeltje. Een tol. Hij draait op de vloer en hij maakt geluid en geeft licht. Heb je hem bij je? Ja, in mijn tas. Oh, nee. Caillou kon het niet geloven. Zijn papa was gewoon weggegaan met zijn speelgoed. Caillou was erg verdrietig. Hij wou opa graag laten zien hoe goed hij kon tollen. Oh, dan laat je die tol gewoon zien als papa weer terug is. Kom mee, dan gaan we eens kijken wat oma aan het doen is. Caillou, wat ben ik blij om jou te zien. Hoi, oma. Goed, dan ga ik er nu vandoor. Ik moet even naar de winkel. Voor je het weet ben ik weer terug. Hoi, ik kwam er net achter dat Caillou zijn tas in de auto had laten liggen. Oh, fijn. Dank je wel. Hallo? Hey, nou zeg, dat is een leuke verrassing. Wat is er aan de hand, Caillou? Je bent altijd dol op tuinieren. Papa heeft mijn tol meegenomen. Hij draait en maakt heel veel geluid. Dat klinkt als een erg leuk speeltje. Maar misschien is er wel wat anders te vinden waar we plezier mee kunnen maken. Nee, ik wil met mijn tol spelen. Nou, dat is heel spijtig, want volgens mij heb ik iets gevonden. Wat is dat? Het is een aardappel. En ik durf te wedden dat we net zoveel lol hebben met die aardappel als met je speelgoed. Dat is fijn om met je te praten. Ik zie je gauw, hè? Oeh, er was iets dat ik nog moest doen. Wat was het ook alweer? Oeh, natuurlijk. Ik moest naar de winkel toe. Opa was de tas van Caillou helemaal vergeten. En Caillou stiekem ook, want die had ineens best een boel plezier. Ik heb er nog één gevonden. Zou ik de aardappel mogen hebben, alsjeblieft? Ik wil het doen. Volgens mij kan ik de aardappel beter snijden, maar jij mag het papier pakken. Moet je nou eens zien, een voetstap. Dat is precies wat we gaan doen met die stukjes aardappel. We gaan lekker stempelen. Het is een boom. Dat klopt. En wat heb jij? Een ei. Hallo, jongens. Leuk aan het spelen. Ja. Heb je eieren meegenomen? Ik zag dat ze op waren. Even kijken. Brood, melk. Zit hier soms nog wat in? Nee, geen eieren. Hier is een ei, opa. Kijk nou toch, dat is een mooi ei. Goed, dan ga ik maar even terug naar de winkel voor de eieren die oma nodig heeft. Mag ik mee? Dan neem ik mijn afdruk mee, zodat we dit niet vergeten. Dat is een goed idee. Opa, kijk! Er staat een dinosaurus op de doos. Zou er dan ook een echte dinosaurus in zitten? Nee, er zit gewoon muesli in. Volgens mij heb je gelijk. Even denken. Wat kwamen we hier nou ook alweer kopen? Eieren. Heel goed. Denk je dat jij de eieren kan vinden? Ja, hierheen. Hey, wacht op opa. Kijk, opa. Aardappelen. Ik geloof niet dat we die nodig hebben. Is deze goed, opa? Nou, ik haal altijd deze. Wow, met eieren moet je heel voorzichtig zijn, Caillou. Waarom? Omdat ze snel kunnen breken. Is dit goed? Je ei snapt het. Oma, kijk. Ik heb de eieren helemaal naar huis gedragen en ze zijn niet gebroken.
Caillou heeft geleerd dat eieren heel breekbaar zijn. En ik heb opa laten zien waar de eieren lagen in de winkel. Dit kunstwerk van Caillou was toch erg handig. Ik ga een groentesoep maken. Dit is niet zomaar soep, maar de allerlekkerste soep van de hele wereld. Oh, moet je kijken. Hier, dit zijn net een paar ogen. En dit is je neus. Een slasnoor. Wauw, moet je zien. Mag ik de neus lenen voor in de groentesoep? Papa! Je had mijn speelgoed meegenomen. Maar ik had je tas aan opa gegeven. Oh nee, Caillou, ik ben vergeten om jou je tas te geven. Het spijt me. Oh, meen je dat? Dus je speelgoed heeft al die tijd hier gestaan. Maar zonder dat speelgoed was het toch leuk. Papa, ik ben naar de winkel geweest met opa. Dat klinkt als een leuk uitje. Papa, kijk. Alsjeblieft, Caillou. Mag ik nu je speeltje zien? Nee, ik wil naar huis om mijn afdrukken aan mama te laten zien. Aardappelen? Ik heb die afdrukken van een aardappel gemaakt. Die heb ik uit de tuin gegraven en daarna heeft oma ze gesneden en toen hebben we mooie afdrukken gemaakt. En zo kwam Caillou erachter dat er wel meer manieren zijn om plezier te maken, zelfs als je geen speelgoed bij je hebt.